Hoogbegaafdheid het bestaat niet. Het is een strafstatement om te geven als je een coaching bedrijft hebt rond hoogbegaafdheid. Als je een ouder bent van een hoogbegaafd kind, dan is dit mogelijk wel hetgeen waar je vandaag naar op zoek bent. Nu, voordat we even kort toelichten waar het de themareeks eigenlijk op slaat, wil ik eigenlijk altijd eerst even het verhaal vertellen waarom dat we ooit begonnen zijn met het coachingbedrijf. We moeten ondertussen terugflitsen tot 2013, dus het jaar nul wat betreft de hoogbegaafdheid bij ons. Wij wisten daar toen helemaal niks van. We hebben 4 kinderen, de 2 oudste kinderen, dat ging relatief goed op school. Allee, eigenlijk waren we ons niet bewust dat er daar problemen waren. Bij ons derde kind werd het allemaal net een iets grotere uitdaging. In het kleuter waren er best al wel wat hindernissen, waardoor dat ze opeens terug in haar broek begon te doen. Heftige huilbuien, dat was eigenlijk van alles in het kleuteronderwijs. Nu, geen haar op ons hoofd die eraan dacht dat dat zoiets zou te zien hebben met hoogbegaafdheid. In het eerste studiejaar werd het eigenlijk allemaal nog erger, wat als ze in de kleuter al zichzelf had leren lezen, leren schrijven, kon tekenen, kon in volzinnen babbelen. Ging dat in het lager stijl bergaf, dat lezen lukte niet meer, dat splitsen lukte niet meer. En hoe meer dat we oefenden, hoe slechter dat ging. Ook wiskunde ging het bar slecht. Dus op een bepaald moment werden we naar school geroepen, omdat de problemen eigenlijk wel heel ernstig waren. En werd er toch gekeken om of het niet beter was om naar het bijzonder onderwijs te gaan, omdat het echt niet lukte. Ze kreeg niks geleerd, dus we moesten kijken in die richting. Nu, puur per toeval babbelen wij onze buurvrouw, die op dat moment blijkbaar al een praktijk gestart had, hoogbegaafdheid. En dan via die weg zei ze eigenlijk van, ja, ik zou toch misschien ook een keer in de andere richting kijken. En om een lang verhaal heel kort te maken, is dat gestart met een intakegesprek. Is die persoon mee naar school gegaan om het school te bespreken. Hebben we een IQ-test gedaan, die bleef heel hoog te zijn. Waarop de juf gelukkig direct omschakelde en veel is gaan beginnen bijlezen rond het onderwerp. En van daaruit is geleidelijk aan zijn we gegroeid tot het punt waar we vandaag zijn, waar we dus een coachingbedrijf voor hoogbegaafde kinderen en volwassenen hebben, loopbaancentrum hebben en ondertussen ook een groepstraject voor volwassenen hebben. Nu, alles is bij ons gestart met de kennis rond de hoogbegaafdheid en dat is eigenlijk het doel van deze 6-delige reeks die we speciaal ontwikkeld hebben voor ouders en leerkrachten, bij voorkeur de mix van de twee. 6 onderdelen. Het eerste onderdeel vinden we een superbelangrijke start. Daar gaan we aan de slag met de hoogbehaafdheidsmodellen, omdat hoogbehaafdheid veel meer is dan gewone slimme, zoals ik in veel filmpjes ook zeg. Dus we gaan de hoogbehaafdheidsmodellen pakken en we gaan die mappen op de kenmerken van jouw kind, om dan zodanig dat je beter kan begrijpen, oké, als ons kind zo heftig reageert in die situatie, het is eigenlijk dat aan het gebeuren is, en dat komt neer op dat hoogbehaafdheidsmodel. Dus dat is in het eerste deel. We gaan er echt enorm in de diepte, dus we gaan daar de modellen van Monks, Renzulli en Kibon bekijken, waarin je duidelijk kunt zien daar, met de cirkels, dat je naast het hoge IQ, de hoge capaciteiten, ook de enorme creativiteit hebben, waarbij dat creativiteit over veel meer gaat dan gewoon kunnen tekenen. Creativiteit gaat ook over het divergent kunnen denken, wat wil zeggen, ja, je geeft 1 onderwerp, poep, er springen 5 ideeën op, vanuit die 5 ideeën komen weer ideeën. Dus je hebt een brein dat heel actief aan de slag gaat, die ook heel flexibel is, pak dat je een probleem aan het oplossen bent en op het last minute komt er daar iets tussen, ga je heel rap schakelen en heel rap nieuwe linken zien. De motivatie slaat dan over op de intrinsieke motivatie die je hebt. Als je met iets bezig bent dat je echt heel graag doet, dan is het een volle concentratie en dan staat de tijd eigenlijk volledig stil. En het is die combinatie van de 3 die de hoogbegaafdheid eigenlijk maakt. Als je dan nog rekening houdt de invloed die je als gezin kunt hebben op de hoogbegaafdheid, dus de mate waarin je jouw kind uitdaagt, de manier dat je met jouw kind in interactie gaat, en al die dingen, de uitdagingen die je het kind kan bieden, de peers, de ontwikkelingsgelijken, kom jouw kind in contact met niet leeftijdsgenodig, maar kinderen die in hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten, dat kunnen of hoogbehaafde kinderen zijn, of kinderen die ouder zijn. En dan heb je het derde element, de school, wordt hij daar genoeg uitgedaagd, zit hij daar goed in zijn vel. En die 3 omgevingsparameters gaan mee bepalen of de hoogbehaafdheid,
goed gaat of dat er toch struggles kunnen ontstaan, zoals in ons geval met onze dochter het geval was. En door het jaren heen hebben we dan ontdekt dat ook voor de andere kinderen er correcties nodig waren om te zorgen dat ze optimaal konden functioneren. Dat is één model. Dan heb je nog de zijnskenmerken. In de laatste studies is het wel dat het niet omdat je de zijnskenmerken hebt dat je hoogbegaafd bent. Het is vooral belangrijk ook dat je de drie cirkels hebt. De zijnskenmerken doen zich eigenlijk meestal voor onder druk of als de hoogbegaafden niet zo goed in zijn vel zitten. Maar de zijnskenmerken alleen zijn niet voldoende om hoogbegaafd te zijn. Nu, wat zijn de zijnskenmerken? Heel veel van onze klanten herkennen zich daar wel in. Dus het is wel belangrijk ze even aan te geven. Dus dat perfectionisme, die lat heel hoog leggen. Hè. Zo hoog leggen dat je het eigenlijk niet kan halen. Waardoor dat je dan kunt komen tot het punt van faalangst. Omdat je bang bent om fouten te maken. Dat is een van de redenen waarom dat hoogbegaafden nogal iets kunnen blokkeren. En is ook een van de aspecten waar dat we met Chromicoach en met andere coachen heel actief aan de slag gaan. Omdat we die mindset daar moeten geswitcht krijgen, zodanig dat ze wel durven leren, wel durven fouten maken, wel durven vragen stellen, etc. Het rechtvaardigheidsgevoel, de klikspan in de klas, is eigenlijk wat je vroeger zou zeggen, een beetje een mottige leerling, is dat eigenlijk nu een signaal van, dat kan ook zijn dat die heel groot rechtvaardigheidsgevoel heeft en dat als de regels afgesproken zijn, dat hij die mee wil afdwingen. Natuurlijk, zo komt er dan ook nogal een keer in conflicten. Zowel bij kinderen als voor volwassenen is dat... Is er iets waar je wel aandacht voor moet hebben? Ik zeg altijd, choose your battles, zodat je daar niet in de voeten komt. De hoogsensitiviteit is daar vooral het verbaal, non-verbaal communicatie. Ze lezen enorm de persoon af. Dus als de leerkracht in de eerste dag van het schooljaar iets zegt, maar zijn lichaam zegt iets anders, dan kan het al zijn dat het vertrouwen weg is en dat het kind voor het rest van het jaar die leerkracht eigenlijk niet echt meer vertrouwt, omdat hij niet authentiek naar voren is gekomen. De kritische ingesteldheid, hè, waar dat bij normaal begaafde kinderen een fase is waar ze veel waaroms stellen, kunnen we nu vaststellen, wij hebben 4 kinderen, dat die waaromfase zelf van 18 jaar nog niet verdwenen is. Ja, dus dat is echt wel in de notendop. We hebben ook nog Drabowski, Delphi model, in de notendop door de modellen gegaan. Want het is natuurlijk de bedoeling dat we in de eerste themaavond vooral heel fel op al die modellen gaan inzoomen. In de volgende 2 themaavonden gaan we dan vooral rond opvoedingstechnieken, de manier dat je met jouw kind gaat communiceren, aanpakken. En daar hebben we enerzijds de mindset van Carol Dweck. Is een studie waarin ze onderzoeken waarom sommige kinderen fouten willen maken. En je durven nieuwe dingen aanpakken en fouten maken. En andere kinderen eigenlijk bang zijn om te falen. En dan het positivisme, opvoeden, vriendelijk en vastberaden opvoeden. Wat eigenlijk een model is waar dat we zien dat bij hoogbegaafde kinderen heel goed aanslaan. Want ja, zij gaan heel graag in discussie. Er zijn een hele reeks tools in de Positive Discipline toolbox. Waarmee dat je in je opvoeding aan de slag kunt. Om je kinderen wel die autonomie en die authenticiteit te kunnen geven. Maar toch ook een set regels te kunnen afspreken om tot groei te komen. De Fixed Mind Growth Mindset is een heel belangrijke. Zit in heel veel van onze coaching trajecten. En is eigenlijk... Fixed mindset wil zeggen dat je eigenlijk gelooft dat je maar een bepaalde set tools gekregen hebt, talent gekregen hebt, kennis gekregen hebt en daar moet je het mee doen. Als je vanuit die mindset een probleem aanpakt en dat lukt niet, dan is dat eigenlijk een signaal van, ja, eigenlijk zijn ze niet slim genoeg daarvoor, je kunt het beter loslaten. Dus in een fixed mindset ga je dus die uitdagingen dan gaan vermijden, waar een growth mindset ervan uitgaat dat je eigenlijk een toolset gekregen hebt en dat het een kwestie is van daarmee te leren werken en dat je dan altijd kan blijven groeien. Heel kort door de bocht natuurlijk weer, want ja, mindset en positive discipline is elk ook één themaavond. Wat heel belangrijk is, we stellen vast bij veel van de hoogbegaafde kinderen die we coachen, dat die nogal in een fixed mindset gesukkeld zijn, want je bent zo niet geboren. En de reden daarvoor is omdat ze als ze klein zijn... Dat ze eigenlijk heel weinig fouten maken, omdat alles heel vlot blijkt te gaan, waardoor dat ze natuurlijk nooit hebben gevoeld wat dat wil zeggen leren, wat wil dat zeggen fouten maken. Als ze dat dan op de latere leeftijd tegenkomen, is dat eigenlijk een moment dat ze verschieten, waardoor dat ze dan soms bij faalangst komen en blokkeren en dus eigenlijk geen uitdagingen niet meer durven vastpakken. Het is een oplosbaar probleem. Het is vooral belangrijk is om aan die kinderen uit te leggen wat leren is. En vooral hoe dat leren aanvoelt. Zodanig dat ze in die growth mindset kunnen geraken. Dus dat zijn de 2 volgende delen.
Die bouwen wel natuurlijk door op het eerste deel waar we de hoogbehaafdheidsmodellen uitgelegd hebben, omdat natuurlijk er verklaringen zijn waarom ze in die fixed mindset komen. En dat er ook verklaringen zijn waarom die positive discipline zo'n goede toolset heeft naar hoogbehaafde toe. Want het is op zich wel een vrij uitgebreide set tools, maar net dat zorgt dat bij je hoogbehaafde kind die snel schakelt, dat je regelmatig met nieuwe technieken kunt starten. Dus dat zijn de twee volgende delen. Blijf dus doorbouwen. En dan gaan we van daaruit naar deel 4 en 5. En dat is eigenlijk alles rond onderpresteren en versnellen. Dat is eigenlijk tussen quotes twee handen op één buik. Dus daar gaan we heel diep in inzoomen op wat onderpresteren eigenlijk wil zeggen. Wat leren wil zeggen. En waarom dat eigenlijk de situatie ontstaat waarin het kind in het waterval terechtkomt, de punten altijd maar blijven zakken. Dat is eigenlijk onder andere, het is veel complexer dan dat natuurlijk, maar is eigenlijk omdat ze niet hebben leren leren op het moment dat hun hersenen daar klaar voor waren. En dat is dan vooral het kleuter en het lager, zijn eigenlijk de periodes waarin veel van de executieve functies, zoals we dat noemen, gevormd worden. Als natuurlijk uw kind in het lager met zijn vingers in de neus elke keer een 10 op 10 kan halen, dan is dat eigenlijk een alarmsignaal, want dan gaat hij die vaardigheden niet leren. En dan gaat hij dus later in een situatie komen dat hij dat nog moet bijbenen. Maar dat is veel moeilijker, omdat dat stuk van de hersenen eigenlijk zijn deel al gehad heeft, waardoor dat ze eigenlijk grotere inspanningen moeten doen om die nog te kunnen leren. Een goed voorbeeld is als je pas leert fietsen op volwassen leeftijd, gaat dat veel moeilijker zijn als je leert fietsen op een moment dat je brein daar klaar voor is en dat je eigenlijk de interesse toont om te leren fietsen. Bij dat verhaal gebruiken we veel het model van Jan Kuipers. En dat is eigenlijk een model waarin dat we uitleggen wat dat leren is. Links zie je, ik heb aanleg om goed te leren. Dus dat is uw valieske, wat dat je hebt. En dus door te lezen kom je, je kunt hoge prestaties leveren. Dat lijkt logisch, maar daartussen zit het element de wijze van leren. En je hebt twee aspecten die zorgen dat dat leerproces in gang komt. Dat is de kracht van je omgeving en de kracht in jezelf. De kracht van je omgeving, dat zijn elementen zoals in hoeverre helpen je ouders je, de juffen en de meester begrijpt u eigenlijk en geeft die dus een aangepaste aanpak voor jou, zodanig dat je tot dat leerproces geraakt en daarin begeleid wordt als je tegen een hindernis loopt. Moeilijk en uitdagende leerstof. Je kan niet leren als het gemakkelijk is. Dus ga in je kamer en je moet een half uur leren voordat je terugkomt. Als je het al kan, kan je nog zoveel naar dat boek zitten kijken. Dat is niet leren leren. Dat is leren hun tijd verdoen. De kinderen uit je groep begrijpen jou. Dat zijn die ontwikkelingsgelijken, die peers, die klik die er is, die sociale interactie waar je een goed gevoel bij hebt. Deelname aan hobbyclubs of verenigingen. Je kan ook, die omgeving kan ook bijvoorbeeld een schaakclub zijn, of muziek zijn, of sport zijn. Dus dat kan in gelijk welke omgeving. En dan het laatste blokje, bijzonder gebeurtenissen in je leven. Je hebt ook nog omgevingsparameters, bijvoorbeeld de grootvader die overlijdt, of een scheiding, die ervoor kan zorgen dat gedurende een bepaalde periode het leerproces vermoeilijkt is. Dat is meestal van tijdelijke aard. Dus het is die kracht van je omgeving en die moeilijke leerstof die er dan voor gaat zorgen dat je de kracht in jezelf kan vinden. Dat wil zeggen, kunnen doorzetten als het moeilijk is. Ja, als je geen uitdagend werk hebt, ja, wat moet je dan over gaan doorzetten? Dus het is heel belangrijk te leren doorzetten en daarvoor moet je de uitdaging krijgen. Fouten durven maken en hulp durven vragen. Marjolein zegt dat ze frequent verschiet, dat de kinderen eigenlijk zitten te zoeken en te zoeken en te zoeken en er nooit bij stilstaan, dat ze eigenlijk misschien ook kunnen vragen, ja, kunnen mij eigenlijk een tip geven, want ik weet het niet goed, of kun je mij even helpen met een andere strategie, want het lukt hier niet zo goed. Kunnen nadenken over hoe je een taak maakt. Als het te gemakkelijk is en het antwoord komt direct, ja, dan leer je dat niet om over problemen na te denken, dus vandaar weer die moeilijke leerstof. Tegenslagen kunnen verwerken, kunnen omgaan met kritiek. Dat is eigenlijk het equivalent natuurlijk. Ja, als je heel lang altijd succes hebt, dan ga je nooit leren hoe dat voelt als het aan het mislukken is. En ga je het ook nooit voelen hoe dat voelt als je dan negatieve kritiek krijgt. Allee, jij beschouwt als negatieve kritiek, maar iemand die een uitleg probeert te geven omdat je het gelijk niet begrepen hebt. Gedisciplineerd en geconcentreerd kunnen werken. Ja, als je zo tussen de soep en de patat je huiswerk kunt maken, dan is dat geen goede setting om geconcentreerd een moeilijke taak te kunnen aanpakken. Voor jezelf op kunnen komen is ook heel belangrijk.
Komen we ook nog al een keer in de debatten tegen van ja, dan gaan we veel kijken, ja, maar de school en dat moet anders en zij moet, hup, dat zijn eigenlijk reorganisaties die over jaren heen gaan. Wat ook heel belangrijk is, is dat je als ouder ook jouw kind mondig leert zijn, zodanig dat ze op een beleefde manier, wel heel belangrijk, voor zichzelf kunnen opkomen en zelf dat signaal aan hun meester te kunnen geven, meester of juf te kunnen geven. Zodanig dat op die manier ze meer het gevoel hebben dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de processen waar ze in zitten. En dan het laatste deel, vertrouwen hebben dat je het goed kunt. Dus ja, dat is eigenlijk zeker vooral als ze aan die fixed mind gekomen zijn, terug dat vertrouwen opbouwen, dat het wel goed zal komen, dat het gewoon een kwestie is van een andere strategie te vinden. Dus alles rond onderpresteren en versnellen draait eigenlijk rond dat proces dat stilgevallen is. En dat je terug op gang moet brengen, waardoor je, dat je uiteindelijk kans hebt dat je naar versnellen moet gaan. In de themaavonden zal je ook zien dat er eerst veel andere dingen zijn die je kan doen voordat je over versnellen moet nadenken. Tweede is heel belangrijk, als je versnelt zijn die andere dingen ook nodig, compact en verrijken. Want anders ga je binnen de kortste keren weer het probleem dat je nog een keer moet versnellen. En je kan maar een beperkt aantal keren versnellen. Voilà. Dat is dan deel 4 en 5. En dan in het laatste deel gaan we inzoomen op de volwassenen. Dat deel is de 5 plus 1 gratis. Dus als je de reeks volgt, is dat deel gratis. De reden waarom dat we dat achteraan zetten, is omdat deel per deel zijn we wel bezig over jouw kinderen. Maar aldoende ga je ook moeten vaststellen dat er veel dingen die we vertellen, dat je jouzelf ook daarin gaat herkennen. Dat gaat soms hard binnenkomen, want dat zijn eye-openers die wel al een keer ja, zeer kunnen doen, om eerlijk te zijn. Dus in dat zesde deel hebben we genoeg opgebouwd, hebben we genoeg van die brokjes informatie over jezelf ook gecapteerd. En dan gaan we eigenlijk de modellen een keer hervertalen, wat dat wil zeggen dat als je als volwassenen hoogbehaafd zijn. Nu, op dat vlak, en dat is weer uit eigen ervaring, is die avond voor een groot deel gebaseerd, voor een stuk gebaseerd, op de 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Waarom is dat zo? Dat is omdat ik eigenlijk gestart ben met dit boek en dan enorm ben beginnen groeien en pas later heb ontdekt dat ik ook hoogbehaafd was. En dan heb ik de klik omgekeerd proberen maken om te kijken van ja, hoe komt dat nu eigenlijk dat ik zo op gang gekomen ben? Terwijl dat boek niet specifiek geschreven is voor hoogbehaafden. Dus dan gaan we in het laatste deel die modellen weer mappen, maar dan op de 7 eigenschappen van Covey. In een notendop, wat zijn die eigenschappen? Dus wees proactief, dat wil zeggen, je hebt de keuze zelf in handen. Bij hoogbehaafden is dat heel belangrijk, want die hebben een enorme nood aan autonomie. En dus die eerste eigenschap is eigenlijk een toolkit om die autonomie te voelen. De tweede eigenschap begint met het einde voor ogen. Dat is een doel stellen op 5 à 10 jaar of zelfs langer. Ook daar weer, hoogbehaafden denken heel top-down. Dus daarom ook in de lessen dat je altijd eerst het eindpunt moet zeggen voordat je de stappen er naartoe gaat beginnen uitleggen. Ook bij volwassenen is het heel nodig om dat eindpunt goed scherp te zetten. Omdat je anders je brein gaat laten geprikkeld worden door alles wat rond je gebeurt. En dan ga je op het risico lopen dat je aan een burn-out gaat landen. Als je je einddoel goed kent, dan kan je beter focussen en prioriteiten stellen. En dat is dan eigenlijk wat de derde eigenschap verder opbouwt. Belangrijke zaken eerst. Daar ga je die prioriteiten ook op zo'n manier gaan aanpakken, dat je met de belangrijkste zaken eerst zal starten. En dat jouw time management vooral doelgericht zal werken en effectief zal werken, eerder dan efficiënt takenlijstjes overlopen. De volgende eigenschappen zijn dan vooral eigenschappen in de interactie. Dus denk win-win, dat wil zeggen, er is genoeg voor iedereen. Als je vanuit een mindset werkt dat er genoeg is voor iedereen, dan ga je eigenlijk op een andere manier beginnen babbelen met mensen. Twee, je moet ook eerst anderen begrijpen voordat je zelf jouw ideeën gaat doorduwen. Bij veel hoogbehaafden is het zo dat ze eigenlijk het antwoord al klaar hebben, nog voor de meeting gestart is. Het is heel belangrijk op een authentieke manier geïnteresseerd te zijn in wat anderen denken, hoe dat zij op die stappen gekomen zijn, want je zou nog wel een keer kunnen verschieten, ondanks het feit hoe ver jij al springt met jouw brein, hoe interessante en verstandige ideeën zij nog aanbrengen, waardoor dat je eigenlijk het traject zou aanpassen en soms zelf je doel gaat aanpassen, omdat je met een aantal praktische zaken geen rekening hebt gehouden. En dan de creëer synergie, dat is het punt waarop dat je in een groep zit waar er echt vertrouwen is, wederzijds vertrouwen, ga je eigenlijk tot resultaten komen, 1 plus 1 is 3. Houd de zaak scherm, heel belangrijk voor hoogbehaafden is
doseren. Want ik weet in de modellen, een keer dat je op gang bent, ben je echt op gang. En dan wordt het allemaal wel wat tricky. Dus die zevende eigenschap bewaakt dat je ook wat rust inbouwt, wat intellectuele prikkels inbouwt los van het project dat je mee bezig bent, wat sociale interactie opbouwen, dus ook aandacht hebben voor de relaties in jouw gezin, met jouw vrienden, met jouw familie, met jouw collega's. En zingeving, dat kan geloof zijn, maar dat kan even gewoon meditatie zijn, yoga, iets waar je echt reflectie kunt doen. Dus vandaar, dat is dan de laatste themaavond, dat gaan we vooral daarop inzoomen. En zo hebben we in een reeks van 6 toch pittige sessies, we gaan eerlijk zijn, het is best pittige sessies, gaan we door heel het verhaal van de hoogbegaafdheid gaan. Waar gaat het door? Is in het Biekorfje. We zijn super blij dat het weer live kan. En we stellen ook vast dat het live zowel voor ons als voor de ouders en de leerkrachten heel veel interessanter is, om te staan een connectie. Je ziet dat andere mensen met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden. Er kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Vragen stellen gaat heel vlot, omdat je geen vertraging op de lijn hebt. Je ziet de non-verbale van ons, maar je kunt ook de non-verbale van elkaar zien. Dus het is een heel toch intensieve ervaring dat je dan hebt onder ouders. Elke dag van 19:30 tot en met 21:30 is eigenlijk de minimumlengte, we gaan eerlijk zijn. Als er veel interactie is en er zijn veel vragen, wij gaan daarop door. We vinden het superbelangrijk dat jullie naar huis gaan met tools, met tips, met reflectie op bepaalde dingen die gebeurd zijn. Dus eerder van de time-watching te doen en om zo dat we om 19:30 de deur kunnen sluiten, willen we vooral zorgen dat we in de loop van de avond zoveel mogelijk van jouw antwoorden beantwoord krijgen. Dat maakt dus dat het nogal wel een keer tot 10:00, soms 10:30 zelf kan duren. En als het coronagewijs terug toegelaten is, is er daar ook nog een drankje voorzien, zodanig dat je ook nog individueel wat vragen kunt stellen voor sommige zaken die je misschien liever niet in de groep zou stellen. Prijs, het is 30 euro per avond. Belangrijk, voor de partner is het maar de helft van de prijs. Waarom doen we dat? Dat is omdat we het vooral heel belangrijk vinden dat je als koppel daar samen naartoe komt. Eén, omdat het ook nogal een keer het verschil in blik op opvoeding is, die zorgt dat onderpresteren kan ontstaan. En dat is voor beide partners goed bedoeld, maar dat verschil gaat dat wel in de hand werken. Twee, dan ga je met twee het verhaal horen. Je gaat alle twee naar huis gaan, maar je gaat, als je erover babbelt, zien dat je toch eigenlijk alle twee het anders begrepen hebt. Dat is heel interessant, want dan kan je het volgende deel misschien nog wat vragen stellen voor dingen waar je twijfelt. Ook bij professionals geven we een korting vanaf de tweede, net om dezelfde reden. Dan ben je met twee geweest, kan je notities uitwisselen en dan kan je er daarna samen ook nog over babbelen hoe dat je daar in jouw school mee aan de slag zou kunnen gaan. We adviseren sowieso, we krijgen regelmatig, maar welk themaavond is dan echt het interessantst om te volgen? Eigenlijk is het een bundel van 6. En het meest ideale is dat je de reeks volgt. Doe dan met de mindset van, wij volgen de eerste 5, van het is eigenlijk voor ons kind onze leerling. Maar zeker voor de ouders van hoogbehaafde kinderen, dat 6e deel ga je dan wel komen. Want dan ga je na 5 delen wel merken dat er misschien toch ook voor jezelf nog wat interessante verhalen in het 6e deel kan komen. Surplus. Sinds dit jaar hebben we ook een online platform dat we aan het uitbouwen zijn, waar dat we de themareeksen in een online concept aan het gieten zijn. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet geen 2 uur video's per deel. Maar dat zijn korte video's gecombineerd met tools, waardoor dat je na de cursus nog een keer kunt stukjes gaan herbekijken, tools rond bepaalde dingen kan gaan downloaden. In pdf-vorm, er zitten ook online examenvraagjes in en zo. En dan kan je de hele reeks op een andere manier nog een aantal keer herbekijken. Die toegang is onbeperkt, dus dat wil zeggen, als je de toegang aankoopt, dan is het eigenlijk voor de rest van je hoogbehaafde wonderlijke reis dat je daar gebruik van kan maken. Dus dat is aan de helft van de prijs. Voor alle duidelijkheid, we zijn het nog aan het bouwen. Het eerste deel is ondertussen af, maar de korting blijft sowieso gelden en we gaan nu deel per deel bijbouwen, zodanig dat je ook een online equivalent hebt. Nog een kanttekening, pak dat je een van de delen er niet bij kan zijn, wegens ziekten of gewoon planningsgewijs.
je kan automatisch je inschrijven voor dat deel in de volgende reeks. En dan mag je dat gewoon gratis volgen. We hebben er helemaal geen probleem mee. We hebben liever dat je ze allemaal kunt volgen. Dan dat we daar één deel moeten missen. En dat je dan zegt, ik ga die dan niet inschrijven. En dat je toch een puzzelstukje in het verhaal zou gemist hebben. Zo, dat is de themareeks in een notendop. Het is weer een vrij grote notendop natuurlijk. Maar het is zo'n mooi en pittig verhaal. En het is eigenlijk ook waar wij in 2013 gestart zijn. We zijn ook gestart met de themaavonden te volgen in Gent. En deel per deel de onttrekkingsreis te maken wat hoogbehaafd het is en hoe we ermee aan de slag kunnen gaan. Hopelijk tot op de volgende reeks. En in ieder geval, bij vragen stuur zeker een mailtje en dan kijken we wel wat voor jou het beste kan zijn. Doei!